Iedereen, er is in de aula een podcast over, over meneer de Jong. Oh, zo. Nee. Wat een eer. Nee, we hebben als gast hebben wij hier de mentor. Zelfde. Weet je? Wij zijn Maas en Tom. We zitten in 3C. En we gaan meneer de Jong wat vragen stellen. Spannend. En hopelijk kan hij een leuk antwoord geven voor ons. Ik hoop het ook, jongens. Ga allemaal lekker zitten. We hebben een heel mooie tribune, speciaal voor dit soort gelegenheden. Dus ik zou zeggen, neem plaats en haal nog een tosti voordat je komt zitten. Heel lekker. Waar gaan we het over hebben, jongens, vandaag? Ja, een vraag is voor u over in verband met het feit dat u een mentor bent. Docent Frans en mentor van een eerste klas. Kijk. Al een paar jaar nu, maar ik ben natuurlijk ook mentor van een tweede klas geweest, dat weten jullie. Ja. En ook de derde klas. En wat vindt u leuker tot nu toe? Ik vind eigenlijk alle drie wel leuk. Het zijn natuurlijk hele andere jaren. Ja. In de eerste klas ben je als mentor nog wel echt nodig. Vooral in het begin. Want ja, ze starten natuurlijk hier op school. Dingen zijn nog onbekend. Dus je bent op een andere manier nodig dan eigenlijk in een tweede of de derde klas. Want dan zijn jullie natuurlijk al bekend met de school en met de vakken en dergelijke. Dus tuurlijk. En met hoe je precies moet leren, weet je in de derde, als het goed is, ook wel een beetje, hoop ik. Ja, want voor dus die leerlingen uit de eerste klas. Wat is dan eigenlijk, als die het even niet weten, als die het allemaal nog nieuw is. Dus je bent nog mee eens aan het zoeken. Wat is meestal uw advies wat u heeft voor dat soort leerlingen die een beetje nog aan het ontdekken zijn in deze school? Nou, er zijn natuurlijk verschillende opties voor die kinderen. Ze kunnen naar de leerlingmentor gaan. Dat zijn dus vierde klassers meestal die misschien qua leeftijd wel iets dichter bij de eerste klasleerlingen staan. Maar wel al heel veel kennis hebben en goede adviezen kunnen geven. Dus het ligt ook een beetje aan wat precies de problemen zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik ze aanraad om natuurlijk naar de mentor te gaan. Naar mij kunnen ze er altijd toe. Of naar meneer Voorn. Of dat ze gaan kijken of ze, als ze, het ligt er een beetje aan wat ze precies nodig hebben. Maar ze kunnen natuurlijk ook meer kijken naar buitenschoolse, of niet per se buitenschoolse dingen, maar buiten de lessenactiviteiten als bijvoorbeeld mediateam. Kunnen ze vragen of ze bij mogen. Of de schoolkrant. Of, er zijn natuurlijk verschillende dingen die ik ze kan adviseren. Ja. En weet u nog een beetje van toen hoe het was toen u nog op de middelbare school zat, in de eerste? Ja, dat weet ik nog wel. Moet ik daarover vertellen? Vertel. Dat was een beetje de opbouw voor de volgende vraag. Ja. Had u een favoriet vak vroeger? Was dat ook al Frans? Of is dat echt pas in de eerste klas? Ja, ja. Ik vond Frans wel heel erg leuk. Ik was daar ook wel goed in. Of wat mijn favoriete vak is, dat weet ik niet. Want ik denk dat ik de leraar ook wel heel belangrijk vond in de eerste klas. Dus de leraar die ik aardig vond, dat vak vond ik dan ook leuk. Ja, dat herken ik wel. Ja, dus, dus dat was denk ik voor mij. En in de eerste klas had ik wel een aardige lerares Frans, maar zij was wel heel streng. Oeh. Dus ik vond het ook leuk omdat ik goede cijfers ervoor haalde. Dus ik vond een vak leuk als de leraar leuk was en ik goede cijfers haalde. Maar ik keek toen nog niet echt naar wat vind ik nou zelf echt leuk. Dus dat vind ik ook altijd wel belangrijk om als mentor mee te geven aan de eerste klassers. Om ook te kijken, en als jullie ouder worden, jullie zijn natuurlijk nu in de derde klas. Maar dat je ook gaat kijken, maar wat vind ik nou zelf echt leuk? Zonder te kijken naar of de leraar nou leuk is, of je cijfers goed zijn. Maar wat maakt mij gelukkig, of wat vind ik het leukst om te doen? Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Maar goed, dat is een zoektocht. Ja. Sorry, lang antwoord misschien. Nee, het is goed hoor. Dit hebben we nodig. Dit is podcast, praten. Ja, lekker. Ik wou bijna een vieze woord zeggen. Oei. Nou, we hebben hier op ons fantastische lijstje. Ja, heb je nog een mooie vraag? Ja, hebben we nog zeker. Zeer mooi. Dit is niet normaal. U zult versteld staan. Kijk, we hebben natuurlijk al die leerlingen die komen naar u als ze dan vragen hebben. Dat is ook heel fijn dat het voor alle leerlingen kan. Maar wat is nou wat u denkt van, die ene keer, die ene leerling die heeft dit van mij gevraagd. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi. Ik vond het fijn dat ze dat kon vragen of dat ze een leuke vraag. Wat is het meest memorabele verzoek dat u, of vraag die u ooit heeft gehad? Oeh. Jeetje, dan moet ik wel echt even goed nadenken. Het valt wel mee over hoeveel memorabele vragen ik nou krijg. Maar de vraag die ik wel eens heb gekregen, en dat vind ik eigenlijk ook wel
dan merk ik dat ik als mentor wel echt nodig ben. Maar dat is wat ik eigenlijk net ook al zei, is dat als er geen een lastige aansluiting is in de klas. Dus als iemand merkt, ik heb gewoon niet mijn type mens in de klas. Dus ik word niet gepest, maar ik merk ook dat er niet mijn beste vrienden of vriendinnen in de klas zitten. Dat ik dan ga kijken van hoe kan je ervoor zorgen dat je toch een leuke steliktijd hebt. En waar kan ik je dan misschien mee introduceren om wel meer mensen te ontdekken. Want als je in de eerste klas op school komt, dan heb je alleen jouw klas en de andere klassen ken je nog niet zo goed. En de kinderen in de andere klas. Dat je misschien soms in jouw klas net niet die aansluiting hebt die je wil. Die vind je misschien wel bij kinderen in een andere klas, maar die ken je dan nog niet. Dus dan zie ik het een beetje als mijn taak om te kijken of ik een beetje wat verbinding kan brengen tussen die twee. Dus dat is een beetje niet per se. Dat zijn wel dingen die ik gevraagd krijg, ja. Ja, en wat vond u vroeger van de hoeveelheid huiswerk? Toen ik op de middelbare school zat? Ja. Nou, ik was heel braaf. Ik deed altijd mijn huiswerk. Oh, wow. Dus u had nooit gekke excuses of zo? Mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten? Nee, ik was echt heel braaf. Achteraf zou ik eigenlijk wel wensen dat ik ietsje minder braaf was geweest. Maar aan de andere kant, ja, ik deed gewoon mijn huiswerk. Soms ging ik zelfs op. Ik deed in het weekend nooit huiswerk. En dat is eigenlijk wat ik tegen de leerlingen ook zeg, tegen mijn leerlingen. Zorg in ieder geval dat je één dag van de week, en dat moet dus een zaterdag of een zondag zijn, maar niet met school bezig bent. Want dat vind ik heel belangrijk. Dat je, als je gewoon maandag tot en met vrijdag serieus met school bezig bent, en je zit in de les, je let in de les op, en dan moet je misschien op zondag of zaterdag nog even iets doen, maar dat je gewoon één hele dag ook vrij bent in je hoofd. Dus dat had ik ook altijd. En niet iedereen op deze school is natuurlijk even braaf zoals u vroeger was. Nee, dat klopt. Dus er zullen vast wel eens behoorlijk wat excuses voorbij zijn gekomen voor geen huiswerk mee. Wat is nou de allerleukste, meest memorabele, om terug te houden? De meest creatieve die u ooit heeft gehoord. Oh, jeetje. Daar moet ik echt even over nadenken, dat weet ik niet. Meestal wordt gewoon gezegd, leerlingen zijn eigenlijk best wel eerlijk, dus meestal wordt gewoon gezegd, ik heb het niet gemaakt. Ah. Ik had geen tijd. Ik wist niet dat we huiswerk hadden. Maar dat vind ik altijd een hele domme. Want ik zet huiswerk gewoon op magister. Dus ik snap nooit waarom je dat als smoes verzint. Ik wist niet dat er huiswerk was. Jawel, want dat staat gewoon in magister. Dus je hebt toch ogen? Dus zeg ik, je kan toch kijken? Maar dus, echt een hele rare smoes kan ik even nu niet bedenken. Misschien zometeen. Vast wel. Ja. Want wat is dan, als je dan denkt van, ik heb ze inmiddels allemaal wel gehoord. Welke werkt bij u het best? Wat is dat? Nou, bij mij werkt eerlijkheid gewoon het best. Ja. Dus dat is suf, hè? Maar als je gewoon eerlijk bent en zegt, meneer, het is me gewoon niet gelukt. Ik had andere dingen te doen. Of stel, als je echt prioriteit hebt gegeven aan ander huiswerk en je zegt dat tegen mij gewoon eerlijk, dan, en je legt het uit, dan kan dat wel eens een keer bij mij. Niet als je dat natuurlijk elke keer doet, want als je dat elke keer doet, dan gaat het mis. Maar je kan best wel, gewoon eerlijk zijn. Ja, oké. Okay. Maar, ja. En wij kunnen ons uit de eerste van de Franslessen, hebben wij nog wel de mooiste herinnering van Frans, denk ik, ooit. En dat is natuurlijk tellen tot 20, met de Bob Marley wormen natuurlijk. Ja. Maar, het wormenlied. Het wormenlied. Hebben jullie hem? En wij vroegen ons af, heeft u eigenlijk zelf een favoriete Franse artiest of een favoriet Franse nummer of zo dat u vaak luistert? Maar anders dan de Wormelied natuurlijk, hè? Want ja, Wormelied staat wel op 1 in mijn Spotify Wrapped. Ja, dat zou ik wel. Absoluut. Snappen wij, zeker. Maar op nummer 2 staat denk ik toch wel. Nou, het varieert, maar ik vind Christine and the Queens, Franse artiesten, vind ik een goeie. Dat is een hard woord. Nog nooit. Nou, zal ik eens een keer laten luisteren. Dat vind ik een goed idee, meneer. En als ik echt een beetje gewoon feest, goede sfeer wil, dan Aya Nakamura. Heeft ook wel goede muziek. Ja, geen idee. Ja, moet je ook allemaal luisteren. Weet je, ik stel voor, we vragen gewoon aan Leander of hij gewoon na de podcast gewoon even al die muziek kan opzetten. Ja, dan moet hij even Jaja opzetten van Aya Nakamura. Dan kunnen we allemaal even kennis maken met uw favoriete muziek. Volgens mij. Jaja, D-J-A-D-J-A. Het wordt hier. D-J-A. Okay. Die wordt zo meteen even ingestart. En dan nu even voor, denk ik, een mooi einde aan dit leuke interview.
Ja. Nu hebben we zo al met al deze verhalen, wat is dan nu, zodat hij hier, als hij hier weer zit en al die leerlingen voorbij ziet komen, die allemaal hier aan zo'n middelbare school gaan beginnen. Ja. Wat is voor u nog de leukste herinnering die hij heeft aan die middelbare school? Welk jaar dan ook, begin tot het einde? Aan het stedelijk of aan mijn eigen middelbare school? Aan uw eigen middelbare school. Wat is de leukste, die denkt van ja? Ik vond het uiteindelijk echt met mijn klasgenoten het allerleukste. Als ik terugdenk aan, voor mij was de middelbare school één groot feest. Ik zat ook denk ik op het juiste niveau, dus ik vond het niet moeilijk, maar ik vond het ook niet makkelijk. Maar ik heb de middelbare school nooit als last ervaren. Ik heb het nooit als last ervaren dat ik werk kreeg, huiswerk kreeg. Ik denk dat als je dat wel hebt, dan moet je echt goed moet nadenken daarover. Of het wel iets voor je is, of je misschien een andere keuze moet maken. Maar voor mij had ik... Ja, het was gewoon één groot feest met de klasgenoten zelf. En natuurlijk ben ik op reis geweest een paar keer. Naar Bordeaux een keer, in de derde klas. Dat vond ik ook heel erg leuk. Ja, zo vet. Een uitwisseling. Daar denk ik aan terug, ja. Maar ik zat wel op een veel saaiere middelbare school dan het stedelijk, hoor. Hier heb je echt... Als ik terugdenk aan het stedelijk, wat ik echt een hoogtepunt vond, dat was wel de Rome-reis waar ik naartoe ben geweest zelf. Ja? Nee, als begeleider. Wanneer was dat precies? Ja, dat was 2018. En natuurlijk de reizen naar Parijs, die zijn er helaas niet meer. Maar dat waren ook wel echt een hoogtepunt. Ja, ik kijk even naar Leander. Staat Tonja, dat was het? Jaja. Jaja. Ja. Dit is hem. Dit is het? Nou meneer, hartstikke bedankt voor dit interview. Ja, jullie bedankt. Yes. Ik ga weer terug naar lokaal 22. Ja, ja. En wij gaan nog even genieten van Jaja. Ja. Yes. Hey, hartstikke bedankt meneer. Dank u wel meneer.